Bent u er nog aan te pas gekomen om die coalitiecrisis te bezweren? Nee, en dat zou erop kunnen duiden dat het... Dus geen crisis was? Nou, dat het wel een crisis was, maar dat het gaat. Ik heb nu de krant gelezen. Ik heb natuurlijk wel her en der wat gehoord. Maar ik hoop dat iedereen zo verstandig is, de vijf fracties, de wethouders, om op dit moment het hoofd koel te houden en de samenwerking weer op te zoeken en verder... Het is aan hun en ik ben beschikbaar, maar dat weten ze al lang al. Ja, maar is dit de eerste crisis geweest sinds u in het college, sinds u burgemeester bent? Nou ja, weet je, het was natuurlijk niet iets wat in het college speelde. We hebben nog geen collegevergadering gehad na die tijd. Dus nee, ik merk juist dat er, hoewel er natuurlijk over onderwerpen verschillend wordt gedacht, hoewel het een spannende tijd is met corona, ook qua financiën, merk ik dat er een hele goede samenwerking is in het college. We hebben natuurlijk net een nieuwe wethouder, Anne Mulder. Ze gaan respectvol met elkaar om. Ze werken zich het snot voor ogen. Maar dat vind ik eigenlijk ook voor de raad. Want als ik zie waar die gemeente had, hoeveel uren en in de intentie waarmee onze raadsleden zich voor Den Haag en de Haagse mensen inzetten. Ik vind het echt geweldig. Want ze besteden er heel veel tijd en inzet aan. En als ik in de wijken ben en mijn officiële bezoeken aan de stadsdelen breng. Helaas moet dat nu weer op een zacht pitje. Maar goed, dat komt alweer een keer. Nou, niet een keer zo snel mogelijk, hoop ik. Ja. En dan gaan ze ook mee. En zijn ze zeer betrokken. En laten ze ook met heel veel trots en plezier hun stad zien. Met andere woorden, die 45 raadsleden en die wethouders. En al onze medewerkers. Ze doen enorm hun best. En ik vind die sfeer heel goed. Maar ja, het rauwe randje.